Kevin van de West, waar je leuk te kijken naar een nieuwe aflevering van Ark Survival Evolved. We zijn weer terug in onze mooie base. En het onweer en het regent weer een keer. Waarom niet Ark? Ik heb net een heleboel metal gehaald. En het was de moeite waard, kan ik zeggen. Even kijken. Er zit ook nog metal hierin. Ja. Die doe ik even allemaal uit. Die doen we allemaal uit. Allemaal uit. Allemaal uit. En allemaal uit. Zijn ze allemaal uit? Yes. Oh. Oh, is een torch. Ik dacht al. wat staat er in de brand? Ik heb een heleboel metal gehad. Om precies te zijn, 2500 metal ingots. Volgens mij 400 polymer. Volgens mij 200 crystals en zo. Laten we gelijk in de fabricate kijken. We gaan de structures. Bij crafting. En dan hebben we de industrial forge. 2500 metal ingots. 250 crystals. 600 cementing paste. 400 oil en 400 polymer. En polymer maak je natuurlijk van obsidian en ook nog eens cementing paste. Dus het is heel erg lastig en heel veel tijd om aan die materialen te komen. We hebben het eindelijk nu. Dus ik moet dit aanzetten. En dan hebben wij onszelf een industrial forge. En ik heb geen idee waar je het eigenlijk... Ja, ik weet wel waar je het voor nodig hebt, maar... Dit ding is huge. Dit ding is zo ontzettend groot. Wat ik even heel gauw ga doen. Voordat ik dat ding ga plaatsen. Is dat ik heel even de wiki ga kijken. Of er bepaalde dingen opstaan. Die ik moet weten voordat ik het ding plaats. Want bij de industriële koeken. Die je hier ziet. Daar is bijvoorbeeld nodig dat je waterleidingen onder de... En dat je koeken maakt. Dat is gewoon nodig. En dat moet je gewoon weten. Dat moet je gewoon lezen op een wiki. Op de wiki van Ark. Anders weet je dat gewoon niet. En dan plaats je hem. En dan kom je erachter van... Ja, what the fuck moet ik... wat moet ik nou doen? Nou, je werkt niet. En dan heb je gewoon zoveel metal ingots zo verspild aan iets dat toch niet gaat werken. Je moet het in een gegeven moment toch gaan slopen. Dus... Oké. Even kijken. Ik zie niks staan. Even kijken. Oké. Nou, er staat niks op de wiki waar ik rekening mee moet houden. Dus dat is fijn. We gaan nog hierin lopen. En dan druk ik op de... Holy freaking crap. Dit ding is huge! Oké, ik kan ietsjes verder deze kant op. Holy shit! Kijk hoe groot dat ding is! Holy crap, dat ding is net zo groot als... Nee, zo groter dan een T-Rex. Holy crap. Maar, we kunnen heel veel leuke dingen doen met dit ding. Dus wat heb ik eerst nodig? Ik heb eerst fuel nodig. Oftewel, brandstof. Ik heb brandstof nodig. Turn off. Hier is wat brandstof, 92. Daar kan ik de helft van meenemen. En is er nog meer... Hoeveel fuel heb jij? Nou, hier kan ik de helft van meenemen. Oké, dat moet genoeg zijn voor die. Oké, dus wat we nu gaan doen, is we gaan even de fuel hierin stoppen. De fuel voor de brandstof van dit apparaat. Zo. Nou heeft die brandstof. En... Nu gaan we alle metal die hierin zit, gaan we allemaal daarin stoppen. Oké, ik heb hier 200 metal. Ik kan niet meer dan 200 metal dragen. Dus ja, we moeten heel ter in de weer lopen. Maar dan hebben we er voor over. We hebben dus eindelijk dit apparaat. De reden waarom ik die hier geplaatst heb en niet in mijn huis, is omdat de ding gewoon veel te groot is voor mijn huis. En ik kan hier makkelijk landen met een kwetsel. En gewoon hier gaan staan, alles via de kwetsel uitladen en dan hierin stoppen. Dus dat is wel heel handig. Dus we turnen gewoon on en hij is aan. Holy shit. Kijk, hij geeft zoveel licht. Ik heb geen idee hoe snel het gaat met die metal ingots. Het moet veel sneller gaan dan een industrial forge. Dat zijn dus deze dingen. En wat ook heel handig is aan dat ding, is volgens mij, als ik het goed heb, maar dat weet ik niet helemaal zeker, is in een forge, als je hier 200 metal instopt in deze forge, dan maak je er geen 200 metal ingots van. Maar voor mij is er een kans van 1 op 3. Of laat zeggen 1 op de 3... metal die erin stopt, wordt volgens mij een ingot. Daar weet ik niet helemaal zeker. Maar volgens mij werd het dus... En holy shit!
Hij maakt 20 ingots per tegelijkertijd. Holy crap. Dat ding is snel. Alles met de problemen zijn opgelost nu. Ik had dat ding veel eerder moeten maken. Echt. Het kost misschien wel veel qua metal ingots en polymer en dat soort dingen. Maar het is het sowieso waard. Echt. Dus zo. En kijk, er zit nou gewoon 60 metal in. Gewoon al 60 metal in. Als ik gewoon alles in laat en ik zag gewoon zoveel metal, dan weet ik niet wat ik ermee moet doen. Ja, ik wil nog een chemistry bench maken. Die gaan we even de komende afleveringen maken. En daar heb ik ook een heleboel metal van nodig. Dus is het gewoon handig dat we dit ding gemaakt hebben, want dan hoef ik die heel te staan heen en weer te vliegen en metal te halen. Want dit is gewoon handig. Hij heeft al 80 metal ingots gemaakt. 80 metal ingots. Dat duurt volgens mij een kwartier voordat één forge, één van deze dingen, 80 metal ingots heeft gemaakt. Dat duurt 15 minuten volgens mij. Zoiets. Schatting. Misschien is het wel korter, maar dat is hoe, ja, hoe ik denk dat het is, naar mijn gevoel. Dus, nou, we stoppen er steeds meer metal in. Ik vind het een geweldig apparaatje. Ark is een game waar je echt heel veel moet grinden. En grinden houdt in dat je heel veel materialen moet halen. En dat je van die materialen weer dingen moet maken. En dan weer nieuwe materialen nodig hebt om dingen te maken. Dat is gewoon puur hoe deze game is. En dit ding maakt het gewoon vele en vele malen makkelijker. Net zoals die koeken veel maal makkelijk maken om kibbel te maken. Je hoeft niet zo lang te wachten. En het maakt beter gebruik van materialen. En met dit ding precies hetzelfde. Dat is gewoon zo en zo nice. Echt. Dus deze aflevering gaan we gewoon even alles metal daarin stoppen. Is deze al leeg? Ja, er zit wel over spark powder in. Maar dat haal ik straks wel een keer uit. Oké. En zit er nog wat in deze laatste? Ja, hier zit ook nog wat in. Hier zit ook nog wat in. Dat laatste 200 stuks kan ik die helaas niet meenemen. Dus we hebben bijna alle metal overgeplaatst. Bijna alles. Oké, zo. En er zit er gewoon bijna 200 metal in. Holy shit. Dat is gewoon binnen. Heb je een ei gelegd? Je hebt een ei gelegd. Nice. Nice. Ik weet niet wat ik met kwetsel-eieren moet doen. Want ik heb al een giga getemd. En daar zijn ze eigenlijk alleen maar goed voor. Om giga's te temmen. Nice. De laatste 200. En ik ben... Oh god. We zijn iets te zwaar. Mijn haar is bijna weer helemaal lang gegroeid. Zoals je ziet. Dus moeten ze daar ons haar even knippen? Dat gaan we ook even doen. Ik heb een schaar bij me volgens mij, dus kunnen we dat even gaan doen. We lopen heel langzaam. Oh, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Kom op. En yes. Oké. 200 metal ingots zitten er al in en ik ben overweight zeker. Nee, ik kan nog lopen. Ik kan nog lopen. Dus we hebben eindelijk een industrial forge en we hebben een industrial cooker. Dus dat is echt nice, is fijn. Dat is heel erg mooi. Dus nu hebben we genoeg metal. Voor nu, of tenminste, metal gaat nou heel snel. We kunnen heel makkelijk en snel metal krijgen. Dit gooi ik even hierin. De volgende apparaat dat we gaan maken is volgens mij... Waar kan ik die vinden? Crafting volgens mij. Deze. Het is een chemistry bench. Hey, een chemistry bench is helemaal niet zo moeilijk te krijgen. Oh, 250 polymer. Volgens mij kunnen we daar organic polymer voor gebruiken. Volgens mij kun je organic polymer voor gebruiken. Dus, wat ik nu ga doen, is wij gaan de laatste 10 minuten van deze aflevering, gaan wij even naar de pingwings toe. En gaan wij helaas even iets doen wat ik graag eigenlijk liever niet doe. En dat is de pingwings doden. Maar het is eventjes nodig. Oh, arme pingwings. Dus ik zie je straks terug, want ik ben aangekomen bij de pingwings. En dan gaan wij eventjes helaas, ja, iets doen bij de pingwings wat we niet graag doen. Dus ik zie je dadelijk terug. En dan ben ik er aangekomen. Ik was zo zielig dat ik dit moet doen. Sorry, pingwing. Sorry. Sorry, het spijt me zo. Maar ik heb je organic polymer nodig. Sorry. Holy shit, een organic polymer. Oké. Nice. 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 Ik hoef toch niet zoveel pingwings te killen dan. Oké, zijn er nog meer pingwings? Zijn ze allemaal weggerend? Nou, ze zijn allemaal weggerend. Hebben ze geluk. Ik vind het altijd zo zielig dat ik dit moet doen. Voor polymer. Ik vind het altijd zo zielig. Maar helaas moet het gaan gebeuren. Ben je een hoog level? Je bent gewoon een heel hoog level, jij. Oké, nou. Hopelijk kun jij mij genoeg polymer geven.
Ze geven wel veel Pokémon. Als ik mijn resource rate aardig hoog heb, ze geven wel best veel. Dat is wel nice. Even repareren. Oh, Barry is nog gewoon goed. Die staat nog mooi. En. Nou, dus volgens mij, als ik me kan herinneren. Ik ga dit spel spoilen. Oh, het spoilt nog lang niet in principe. Oké. Ik denk nog één pinguïn. Dat dat nog nodig is. Jij, helaas. Helaas. Sorry, arme pinguïn. Sorry, ik heb je pollen nodig. Het spijt me zo erg. Ik heb maar gelaten bij 3 pinguïns. Dat vind ik gewoon goed. Dat vind ik nice. 3 pinguïns zijn goed. Ik heb ze niet allemaal uitgemoord. Oh, zielig. Ik ben overencumbered. Oh, dat is niet goed. Oké, ik hoop dat mijn Archie mij kan dragen. Anders hebben wij een probleem. Dan hebben we te veel pollen. Barry, kun jij mij dragen? Laten we hopen van wel. Yes, oké. Nice, we hebben de pollen. We hebben 3 pinguïns gedood. Gelukkig niet zoveel. Dus, nou. Even kijken, hoeveel pollen hebben we nou in totaal? Dat is veel pollen. Dat is veel pollen. Het spoort een 90 minuten, maar dan zijn we eigenlijk al lang weer thuis aangekomen. Maar, ik ga hier de aflevering van Ark Survive Evolve afsluiten. Vond je deze aflevering leuk? Laat natuurlijk een like achter. Abonneer je nieuw bij het. En hopelijk zie ik jullie allemaal weer terug in de volgende aflevering van Ark Survive Evolve.